Alles lijkt super belangrijk in het leven totdat je ziek wordt. En een ziek persoon komt er onmiddellijk achter dat er eigenlijk maar één ding echt belangrijk was in zijn of haar leven. Jouw gezondheid is dus letterlijk alles bepalend en bepaalt de manier waarop jij hier jouw missie, en je leven op aarde kunt leven. En ondertussen lenen we geld bij de bank, bij een kredietverstrekker. Om indruk te maken op mensen waar we een hekel aan hebben, om dingen te kopen die we eigenlijk helemaal niet nodig hebben. Slapeloze nachten, stress. En ondertussen gaat onze gezondheid er letterlijk aan onderdoor. Mensen, zorg goed voor jezelf, maak je gezondheid prioriteit nummer één. Want meestal waarderen we onze gezondheid of het gebrek daaraan pas op het moment dat we ziek zijn. En dit kunnen we voor zijn. Hoe door letterlijk je eigen beste dokter te zijn. De regie in handen te nemen, de zelfverantwoordelijkheid voor jouw gezondheid en levensgeluk. Zodat je in de kracht van je leven staat en niet afhankelijk wordt van een industrie die er baat bij heeft wanneer jij ziek bent. Zorg goed voor jezelf.